vind dat er zo, zo erg onbewust allerlei gedachtetjes en gedachten zijn over wat lijden is en of dat zin heeft en hoe dat zin heeft en waarom dan. En dat speelt altijd mee op de achtergrond van de manier waarop je omgaat met je eigen leed en met dat van anderen. En ik vind het in ieder geval belangrijk om dat een beetje uit elkaar te leggen, goed te onderscheiden. Wat voor idee heb je nu eigenlijk over lijden? Want daar hebben we allemaal opvattingen over. En die opvattingen worden niet altijd zo geëxpliciteerd. Terwijl ik het wel belangrijk vind dat dat gebeurt als je zelf persoonlijk met leed te maken hebt. Als je dan tegen jezelf zegt van ja, daar leer ik van, daar word ik sterker van. Ja, dan gebeurt er iets anders met je dan wanneer je, denkt dat het een lot is dat je treft. Of, nou ja, wat mensen daar ook maar over kunnen vinden. En ik vind het ene antwoord dat mensen hebben beter dan het andere. Zo mevrouw ben ik nu eenmaal. Ik vind dingen. En daar kan ik wel wat over zeggen. En ik hoop ook dat dat een beetje, dat dat helpt. Ik denk dat dat helpt. Kijk, als je vindt dat alles wat er in je leven gebeurt, dat dat een bepaalde bedoeling heeft, dat dat zin heeft. Of het nou van God komt, of dat het nu, dat je nu, omdat je dit leven gekozen hebt, wat in sommige kringen wordt gezegd, dan is dus ook alles wat je overkomt iets wat je zelf gekozen hebt en waar je dan op de een of andere manier sterker van wordt. Nou, dat is een opvatting waar ik me tegen verzet. Zowel dat je zou kunnen zeggen van nou, God doet je die dingen aan. Ik denk dat je maar een beetje meer je vinger op je lippen moet leggen. Dat weten we allemaal niet zo precies. Maar net zo goed de gedachte van, nou ja, alle dingen die je overkomen, daar kan je van leren, daar word je sterker van. Dan denk ik, nou, leg nou ook maar even je vinger op je lippen, want dat is ook maar de vraag. En dan zie ik die drenkelingen voor Lampedusa en dan denk ik, ja, lekker. Daar hebben ze nou echt wat aan als ze horen dat ze daar van leren. Of noem maar al die verschrikkelijkheden die er in Syrië gebeuren. Maar ook dichterbij, als ik zie dat mijn vrienden van ons een zoon een einde maakt aan zijn leven. Ja, dan moet je vinger op je lippen leggen. En ik denk dat het ook moed vraagt om te zeggen dat we geen antwoord hebben op alle vragen. Dat we het niet zo precies weten. Ik denk wel dat het een diepe menselijke behoefte is om vooral greep te krijgen op het waarom van de dingen. En ik denk dat het heel veel moed vraagt om te zeggen, nou, ik weet niet precies waarom. Dat vertrouw ik maar toe. En ik ben christen, dus ik zeg, ik vertrouw dat toe in de handen van God, die ook nog belooft dat er iets uitstaat. En ik merk, ik had hier in huis een gesprek met een moeder van een kindje dat niet lang kon leven. En tot mijn grote verrassing, en dat overkomt me vaker als het gaat in het omgaan met islamitische mensen, dat ik soms denk van, oh, we verstaan elkaar onmiddellijk. Wij vertrouwen ook dat we niet alles hoeven te weten om toch het leven te kunnen leven in vertrouwen dat er nog iemand anders is die niet aan het eind van de tijden pas, maar nu al glans geeft of bestaansrecht geeft of moed geeft, hoop geeft aan ons bestaan. Ik geef een paar metaforen voor wat is dat nou, verdriet hebben? Wat gebeurt er dan met je? Nou, Elisabeth Kübler-Ross heeft in de tijd, in de 80e jaren, een heel model uitgewerkt waarbij verdriet een weg is, waar je op die weg allerlei dingen tegenkomt. Hè. Je wordt boos, je wordt verdrietig, je gaat marchanderen, je verzet je. En het eind van de weg heb je het geaccepteerd. Nou, ik vond het, zij was trouwens niet de eerste die op zo'n manier met modellen kwam. Dat wordt wel altijd gedacht, maar voor haar waren er ook anderen. Maar ze heeft het wel wereldwijd gemaakt en dat is ook werkbaar. Maar niet als het een soort dogma wordt waar je aan moet houden van. Oh, nu ben je in de fase van, en dat hoor ik nogal eens zeggen, wat mij onzinnig voorkomt. Want het is, het is werkbaar voor mensen die af en toe iets, of die te maken hebben met mensen die rouwen. Voor de mensen zelf werkt het nauwelijks. En merk ik dat ze veel meer geholpen zijn door het beeld van Wim ter Horst. Verdriet is een doolhof. Je komt op plekken waarvan je dacht dat je er voorbij was, maar dan ben je er alweer. Ik ben ook geen draad opgeschoten, zegt iemand dan.
En nog een ander beeld dat ik vond, dat vind ik ook erg mooi. En dat staat ook op de cover van het boek. Verdriet, antwoord geven op verlies, is als een soort wenteltrap die je gaat. Je komt wel steeds weer voorbij de dingen waar je al eerder aan voorbij gekomen bent. Maar toch vanuit een ander perspectief. Ik merk dat als ik zo'n beeld aanreik aan mensen, dat hen dat helpt. Dus ik kan wel een voorbeeld van geven. Ik had contact met iemand die kinderloos is gebleven in haar leven en daar heel veel verdriet van heeft gehad. En nu is ze rond de 60 en ze merkt dat al haar vriendinnen, zussen, nichtjes, die worden oma. En ze zei, ik ben weer helemaal terug bij af, want ik heb weer zo'n verdriet om hetzelfde onderwerp. En toen was dit beeld een heel behulpzaam beeld. Van, nee, het is niet waar dat het weer hetzelfde is. Het is niet waar dat je weer terug bent bij af. Maar je komt wel weer langs hetzelfde verdriet en ook weer vanuit een ander perspectief. En dat hielp. Dus ik denk dat we elkaar ook kunnen helpen met zulke beelden. Ik kreeg dit weekend een mailtje van een goede vriend van ons die met een chemotherapie begonnen is. En ik had hem gezegd, ik geef je geen adviezen, alleen eentje. Want die heb ik geleerd van een mevrouw die dezelfde dingen door moest als jij. Altijd weer anders, maar wel soortgelijk. Die had gezegd, je bent heel welkom, maar laat je verhalen thuis over tante Annie en oma Bert die ook dit soort dingen hebben. En hij zei van, ja, nee, precies, dat is waar. Dat die verhalen, die moeten mensen thuis laten. Want, en hij zei het heel precies, hij zei, mensen vertellen die verhalen om het net niet over jou te hoeven hebben. En daar gaat het natuurlijk steeds om. Dat je het mag hebben over wat er in jou omgaat. En wat jouw verlangens en angsten zijn. En als je dan als je gesprekspartner dan allerlei andere verhaaltjes opdist, ja, dan gaat het weer net niet over jou. Erkenning is een sleutelwoord, hè, als het gaat om mogen delen wat je bezighoudt. Ik denk trouwens dat erkenning het allergrootste woord is wat er tussen mensen kan zijn. Als het echt gaat om echt delen, en hierin ook. Dus hou maar een poosje mond en luister maar even goed. En zeg niet te vlug dat je begrijpt wat iemand doormaakt. Alleen al dat woord, hè. Het is natuurlijk een interessant woord. Het heeft ook iets grijperigs. We begrijpen helemaal niet zomaar hoe iemand ergens in zit. Heeft zijn eigen context, zijn eigen. Het ene huwelijk is ook weer anders dan het andere huwelijk. Het ene verlies van een partner is dus alleen al daarom altijd weer anders. Of van een kind. Dus we begrijpen elkaar niet zo gauw. Voordat je dat mag zeggen, moet je eerst lang geluisterd hebben. En in dat lang luisteren is mijn eigen ervaring, maar ook de ervaring die ik van anderen terugkrijg, daarin zit veel troost verborgen.